altijd gehouden. En gelden sporters onder journalisten als een lastig te interviewen groep om daar iets origineels van te maken. Ja. Hoe kwam jij op deze originele vorm waar we net een stukje van zagen? Ja, ik werk eigenlijk best wel lang met een club mensen, met Rob Hotsman, kamerman, en Renate Verhoofd. Dat doet research. Wij kennen elkaar van de VPRO-tijd, Sportpaleis, Ondersport. Daar maakte ook die massagetafel al, waar oud-sporters op lagen. Wat eigenlijk heel lijfelijk was, waarin je een soort interview kunt krijgen. Dat je dat lichaam van iemand, een kapotte knie, of weet ik wat, kunt gebruiken om te spreken. Dan heb je dat lichaam er gelijk bij. Ja. En nu hebben ze kalt gesteld, nu zeggen ze niets meer. We vonden het wel mooi. God, vaak kom je niet meer bij die sporters vlak voor de Spelen. Want je zegt, ja, we zijn nu in training, of we zitten in het buitenland al. We komen niet meer, we willen niks meer. Ja. Dachten, goh, laat me een soort situatie creëren dat ze allemaal in een bed liggen en dat ze eigenlijk dromen. En dan verbeelden wij die droom. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. En ja, ze gingen er wel in mee. En ze hebben ook nooit geweten welke tekst ik schreef. Tot aan, ze hebben volgens mij deze dagen pas de filmpjes gekregen. Oké, want je hebt later de tekst uitgesproken, ja. Niet tenzij, toen zij nee, daar Nee, want lagen. Dit zijn, want jullie hebben corona. Wij hebben ook hier meegemaakt dat we hebben met 3 of 4 mensen hebben anderhalf jaar geleden al gedraaid. Met Daphne Schippers wordt anderhalf jaar geleden al. En toen kwam corona en toen heeft de hele tijd stilgelegd. Ik was doodsbang dat zij deze maand nog even de haar zou scheren of oranje zou maken, want dan kon ik het niet uitzien. Nee. Je komt ook allerlei dingen te weten. Harry Lafrijze, een baanwielrenner, waarvan ik eigenlijk alleen zijn dijen kende, zou ik maar zeggen. Ja. Die ligt ook bij jou in bed. En daar zien we dit van. Als Harry vertrekt uit het startblok, zie je hoeveel kracht er in zijn benen zit. En toch heeft iedere sporter een Achilleshiel. Bij Harry zijn het zijn schouders. Sinds valpartijen op zijn BMX-fiets schieten ze regelmatig uit de kom. En gek genoeg ook vaak in zijn slaap. Als hij zich omdraait is het soms knak en dan bungelt zijn reuzenarm langs het bed. De oplossing voor dit fysieke probleem kwam van zijn moeder. Ze naaide een stevige onderbroek met 2 lussen eraan. Als Harry daar zijn polsen doorheen stak, bleven de schouders gewoon op hun plek. Nachtrust in een dwangbuis. Ik kan nooit meer normaal naar Harry kijken nu. Nee. Weten dat die moeder die onderbroek heeft. Harry is de lul. Ja, absoluut. Ja. Maar vaak is het toch zo bij sporters ook dat het verhaal daarachter nog mooier is dan de prestatie, toch? Ja, dat vind ik altijd wel. Ik vind dit soort verhalen wel mooi. Ook het feit dat de moeder zo'n broek voor je naait. Zo'n grote volwassen, grote kerel met de grootste dijen van Europa, van de wereld wellicht. En die wordt dan in een broekje van zijn moeder gehezen. Nee. En dat redt hem. Ja. Ja. Joost, ik las in jouw boek dat jij houdt ook enorm van wiel.